Welkom op het Maritiem Instituut Willem Barents hier bij ons op Terschelling. Mijn naam is Gerrit van Leunen, ik ben directeur van de school. Ik sta hier voor ons gebouw aan het Dellewal, aan de haven van West Terschelling. En prachtig gebouw wat pas volledig gerenoveerd en gemoderniseerd is. En we nemen je graag mee voor een rondleiding door mijn collega's hier binnen, Marcel Krijnen en Sjoerd Bollema. En zij zullen samen met andere collega's van alles vertellen over onze opleidingen Maritiem Officier en Ocean Technology. En ik wens je veel plezier. Goedemorgen, mijn naam is Marcel Krijnen. Ik ben teamleider van de opleidingen Ocean Technology, Maritieme Techniek en de Master of Marine Shipping Innovators. Goedemorgen, mijn naam is Sjoerd Bollema. Ik ben teamleider van de opleiding Maritiem Officier en tevens docent in de opleiding Maritiem Officier. En wij nemen jullie mee door de school heen om hem even aan jullie te laten zien. Dus, ga je mee? Lopen mee. Nou, de school is helemaal nieuw. We hebben er eigenlijk een paar maanden van kunnen genieten tot dusver. En we staan hier in het studielandschap, waar studenten tussendoor even een bakje koffie kunnen nemen en even met elkaar kunnen chillen en kletsen voordat de volgende les weer begint. En aan die kant hebben we nog twee lokalen voor lessen, die momenteel leeg zijn. En dan lopen we nou eventjes door die kant op naar de receptie. Nou, onze collega's zullen zich één voor één aan jullie voorstellen. En we beginnen even bij Nieke. Nieke die zit bij de receptie. Hoi, welkom bij onze virtuele open dag. Mijn naam is Nienke en ik ben werkzaam voor onderwijslogistiek en studentenondersteuning. Eigenlijk zegt dat laatste al wat ik doe, studentenondersteuning. Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of onduidelijkheden, kan je altijd bij mij of bij een van mijn collega's terecht. Dus mocht je nou naar aanleiding van deze virtuele open dag nog vragen hebben, bijvoorbeeld over toelaatbaarheid of andere zaken, kun je contact met ons opnemen. Stuur een mailtje naar miwb@nalstandum.com. Ik wens je verder een fijne rondleiding en wie weet tot volgend schooljaar. Nou, welkom op de onderste verdieping, de kelder ook wel genoemd. En hier hebben we eigenlijk een beetje alle praktijk gecentreerd. We beginnen zo even aan die kant bij de vieze praktijk, waar we in overal een werkschoen bezig zijn. Goedemorgen André. Morgen André. Kun jij ons wat vertellen over wat je hier in de werkplaats de studenten allemaal leert? Goedemorgen, mijn naam is André. Ik geef hier bankwerken en ietsje verderop hebben we ook een lasserij. We hebben hier in het eerste en het tweede jaar MAROF hebben we hier les. De hydrografen hebben het eerste jaar hier ook les. En we beginnen gewoon met handwerk zoals zagen en feilen en dat soort dingen. Vervolgens gaan we op machines werken zoals draaibanken en boormachines. En in diezelfde jaren gaan we ook nog lassen. Dat is ongeveer wat we hier doen. Goedemorgen Maarten. Zou jij wat kunnen vertellen over de High Voltage Simulator? Mijn naam is Maarten van Asselt. Ik heb hier zelf ook op school gezeten een tijd terug. En ik geef nu onder andere hoogspanning en wij leren hier de studenten om te werken met hoogspanningsinstallaties zoals ze dat ook echt terugvinden aan boord van schepen. We hebben ook een installatie die ook echt van een schip komt, dus dat is ontzettend echt. En daar leren we ze omgaan met hoe je veilig kan werken met hoge spanningen, want het is heel link, maar als je er veilig mee werkt dan valt het aanzienlijk mee hoe link het is. We leren ze dan werken met grote apparaten, bijvoorbeeld zulke kabels. Wat er nou in zo'n kabel gebeurt en hoe je deze nou hier aan veilig kan werken. Daar hebben we deze installatie voor en dan gaan we er behoorlijk diep op in op een gegeven moment, waardoor ze op een gegeven moment ook dit soort schema's begrijpen en kunnen toepassen op dit bord. Welkom in onze schone praktijkruimte, het atelier van dit instituut. We hebben hier diverse praktijkopstellingen, waaronder het elektropracticum, daar gaat Jan de Baas wat over vertellen. We hebben daar hydrauliek, daar gaat Wim Fokkers wat over vertellen. We hebben in de hoek nog voor Ocean Technology een akoestische proefopstelling, daar gaat Johan Segers wat over vertellen. En ik zal zelf jullie wat vertellen over onze Coeur de Vries opstelling, helemaal achter in de hoek. Goedemorgen Jan de Baas, ik ben hier in het mooiste lokaal van de hele school. Wat gaan we hier doen? Hier gaan we uitleggen hoe je de energievoorziening aan boord voor elkaar krijgt met generatoren en motoren.
beginnen we kleinschalig en dat gaat steeds groter. Deze apparatuur hebben we. Dat zijn de elektrische installaties van schepen nagebouwd. En we beginnen het eerste jaar heel eenvoudig met de wet van Ohm. Want je moet weten hoe dat werkt en hoe je dat beveiligt. En zo. Nou, hier geven we praktijklessen hydrauliek. We beginnen gewoon met handbediend. En maken dat al complexer. En aan boord hebben we veel hydrauliek systemen. De belangrijkste noem ik dan altijd maar de stuurmachine. Vandaar dat we hier flink veel aandacht aan hydrauliek lessen geven. Nou, zoals ik zeg, eerst een beetje handbediend, daarna elektrisch aansturen en daarna met de PLC aansturen. Dus dit is een leuke praktijk gebeuren. Nou, goedemorgen, ik ben Johan Zegers, ook docent, ondersteunend docent van Ocean Technology op de Schelling. Nou, wat vind ik juist meer erg leuk aan, dat we ook heel veel dingen in de praktijk hier brengen. Wij proberen de theorie en de praktijk wel echt goed samen te voegen, zodat de studenten wat ze hebben geleerd tijdens de lessen eigenlijk ook dus weer kunnen toepassen in de praktijk zelf hier buiten. Nou, van één van de plekken waar we ook voor de rest veel proberen te doen en de studenten wegwijs proberen te maken met hoe ze bepaalde apparaten moeten gaan gebruiken, is bijvoorbeeld met dus deze ROV. In het werkveld ga je heel veel werken met een EOV of een ROV en ESV. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon autonomical vehicles. En om het toch een beetje in je vingers te krijgen, gaan we daar dus ook mee werken en spelen, hier op de opleiding. Hi, ik ben Emma, docent Ocean Technology. En ik zit nu op een van onze sloepen waarmee wij praktijkoefeningen draaien. Daarmee kunnen wij varen, onder andere op de haven bij de Schelling en praktijkoefeningen draaien. We hangen hier onder deze sloep wel eens wat sensoren, zoals een single beam. En een GPS-antenne komt dan ook op het bootje, zodat wij onze positie kunnen bepalen en daarmee ook de bodem in kaart kunnen brengen. In deze loods, waar deze sloep ook zit, hebben we verder meer apparatuur. We hebben dus in deze loods, behalve deze sloep, ook nog meer surveyapparatuur, landmeetapparatuur en ook nog meer sensoren. Die kunnen op wat grotere bootjes. We hebben ook nog een andere surveyschip, de Razende Bol. En daarmee kunnen onze studenten dus echt proeven aan wat ze later in het veld gaan zien en gaan ervaren. Dit is een Total Station. Met dit apparaat kun je land meten. En die heb je ook wel eens nodig om schepen in te meten en om de geometrie daarvan te kunnen bepalen, zodat je precies weet waar je sensoren zitten en dat je dan precies weet wat je aan het meten bent. We zijn hier in het gedeelte van de Koele Vries proefopstellingen van het instituut. We hebben hier twee kleine borden van een koeler en een vriezer, waarmee we allerlei metingen kunnen doen en de studenten kunnen laten zien hoe een koele vriesinstallatie werkt aan boord van schepen. Dit zijn kleine installaties, aan boord van schepen hebben we ook hele grote installaties, maar het werkt in principe is ongeveer hetzelfde. Dus dat kunnen we hier mooi nabootsen aan de hand van allerlei sensoren en metingen. We hebben ook nog twee reefer containers die ook als een koele vriesinstallatie op een schip kunnen staan. Waar onderhoud aan gedaan moet worden, wat we hier de studenten kunnen aanleren. Hallo Enno, kun jij een spoedlesje geven? Nou, ik ga even iets vertellen over een onderwerpje uit de elektrotechniek. Ik teken hier een bootje en daar zitten twee dingen op. Achter staat ergens een generator. Dat is waar de elektrische energie op het schip mee wordt opgewekt. En die moet naar dat lampje toe. Dat is even een beeld van de verbruiker en er zit een lange kabel tussen. En dat betekent dat het probleem is van raken we spanning kwijt onderweg naar dat kabel. En dan ga ik opeens een elektrisch schema tekenen. Dit is de generator. Die kabel die heeft een weerstand. Die twee gele rechthoekjes, dat zijn weerstanden. De generator levert spanning. Hier staat de spanning, die geven we altijd met de letter U aan. Er zitten twee weerstanden onderweg in die kabel en hier zit de verbruiker. En ik wil graag dat die 230 volt die ik hier heb, dat die in zijn geheel daar terecht komt. Maar dat gebeurt niet, want onderweg raak je een beetje spanning kwijt in die kabel. Als je nou de kabel te dun maakt, dan raak je te veel spanning kwijt en dan is die weerstand te hoog. En nou is de vraag vandaag: hoe groot, hoe dik moet die kabel zijn om te zorgen dat we niet zoveel spanning kwijtraken? Dat is het rekensommetje waar we aan kunnen gaan rekenen. Nou, daarvoor hebben we natuurlijk eerder gezien dat er geldt dat U
Dat is gelijk aan die verschillende spanningen die we hier hebben. En dan moet ik ze even een naampje geven. En nou gaan we een beetje rekenen. En dan wordt het wat wiskundig. U1, U2, U3. En dan weten we hier U1 plus U2 plus U3. Dit is een plusje geweest. Nou, dat is stapje 1, een van de formules. Dan hebben we ook nog eens een keer de wet van Ohm. Er geldt bijvoorbeeld voor U1 dat dat gelijk is aan de stroom I1 keer die weerstand R. Oh, ik heb de R nog niet eens een naam gegeven. Dit is R1. En de stroom die er doorheen loopt, dat is I. U1 is I1 maal R. Voor de tweede weerstand geldt ook zoiets met een andere weerstand. Dit moet natuurlijk R1 zijn. Voor de derde weerstand geldt ook zoiets. Nou, als je nu weet hoe dik die kabel is, dan weet je hoe groot R1 is. Je weet hoe groot R2 is. Je weet hoe groot R3 is. Je weet hoeveel spanning hier staat. En dan kunnen we uitrekenen hoeveel spanning je kwijtraakt onderweg. Welkom op de tweede verdieping in de Mediatheek. Een mooie nieuwe grote ruimte. Speciaal voor de studenten om te kunnen studeren of boeken te lenen. We hebben ook hier weer een koffiezetapparaat en een printer. En we hebben Elisabeth Rijf. Goedemorgen Elisabeth. Kan jij ons wat vertellen over de Mediatheek? Goedemorgen allemaal. Ik ben Elisabeth. Ik werk hier in de bibliotheek. Je kan hier natuurlijk boeken lenen. Je kan hier werken. In deze bibliotheek is het de bedoeling dat je stil aan het werk bent. We hebben wel van die breakout rooms. Daar kan je met een groepje werken, zodat de anderen er geen last van hebben. Je kan hier hulp krijgen, informatievaardigheidslessen geven we in de bibliotheek. Hulp met je opdracht, hulp met zoeken naar dingen op internet. Wij regelen ook hier de boeken voor het nieuwe studiejaar. Kan je via een website bestellen en dan ligt het hier voor je klaar. Nou, ik hoop jullie snel te zien hier. Tot gauw. Nou, we hebben net even de oversteek gemaakt van het schoolgebouw naar het simulatorcentrum. We zijn nu op het tweede gebouw van het simulatorcentrum. In deze ruimte hebben we ook diverse radiocommunicatieopstellingen. En ons collega Henk Spanje verzorgt hier safety lessen op het gebied van safety op schepen. En Henk gaat wat je vertellen over zijn lessen. Ik ben Henk Spanje, docent aan Maritiem Instituut Willem Barents. Ik ben hier verantwoordelijk voor een aantal vakken. Een van de vakken is radiocommunicatie. Alle tweedejaars studenten krijgen bij ons een opleiding voor een radiobedieningscertificaat. Dat doen we voor een deel op de simulatoren die hier in het lokaal, de radioroom waar we nu staan, staan opgesteld. Nou, de simulatoren die nu aanstaan hier achter mij, dat is toevallig een machinekamersimulator. Want één simulator heeft meerdere functionaliteiten. Maar daar kunnen we dus ook radiocommunicatieapparatuur op simuleren. Hiernaast mij heb ik allemaal echte apparatuur staan, waarmee we ook echt naar de buitenwereld kunnen communiceren. Dat gebruiken we ook tijdens onze trainingen. Verder ben ik hier op het instituut betrokken bij veiligheidstrainingen. Met name einde van het tweede jaar geven wij de basic training. En de basic training houdt in dat studenten worden wegwijs gemaakt in het overleven op zee. Dat kan met de middelen die we daar voor aan boord tot onze beschikking hebben. Zoals reddingsvlotten, overlevingspakken, anti-exposure suits. Nou ja, dat zijn middelen die ik hier op tafel heb uitgestald. Voor de rest gebruiken wij tijdens die training een opleidingsschip om vanaf te trainen. Wij springen dan te water. Wij doen oefeningen in overlevingspakken gekleed. Wij klimmen in een vlot. We sluiten de training altijd af met een oefening op de Noordzee, waarbij we met de reddingboot hier van Westerschelling op locatie gaan. En dan mogen de studenten laten zien wat ze in de training geleerd hebben. Verder geven wij brandbestrijding. Brandbestrijding, dat houdt in dat ze leren lopen met ademluchtbescherming. Dat ze kunnen brandjes blussen met kleine blusmiddelen. En ook dat ze met grotere blusmiddelen een brand kunnen bestrijden. En daarnaast hoort dan ook nog een stuk medical first aid. Dus dat is eigenlijk een soort EHBO. Zoals je dat op een Oranje Kruis cursus ook leert. Alleen het gaat hier en daar wat verder. Want normaal gesproken komt als je EHBO'er bent aan de wal de ambulance ter plaatse. En hier is de scheepsbemanning die het zelf moet oplossen. Eventueel met een helikopter die komt. Vandaar dat wij in onze basic training ook altijd proberen een helikopter onzien te krijgen bij onze eindoefening. Een helikopter van de kustwacht die dan laat zien
hoe patiënten of mensen vanuit een vlot worden geëvacueerd of vanuit een reddingboot. We zijn hier op de eerste verdieping van ons simulatiecentrum. Hier staan onze navigatiesimulatoren en ons collega Pim Werner gaat jullie daar een kleine rondleiding over geven. Nou, mijn naam is Pim Werner, ik ben navigatiedocent van op het MIWB. In de navigatie gebruiken we natuurlijk ook navigatiesimulatoren en daar staan we nu in onze navigatiesimulatorruimte. En ja, je moet dat eigenlijk zo zien, we krijgen een stukje theorie. En die theorie die gaan jullie dan later toepassen op de simulator. Ja, als een stukje praktijk. En ja, daar hebben we verschillende simulatoren hebben we daarvoor. En wat jullie hier zien, dat zijn simulatoren met buitenbeeld. Ja, ik heb nu even een ijsvaartoefening erop staan. Ja, dus je ziet ook ijs liggen. En ja, in deze simulator kunnen we dus eigenlijk met 5 verschillende schepen kunnen we tegelijk een oefening draaien. En dan hebben we dus ook de interactie tussen de schepen, de interactie met het milieu, hè, met de omgeving, dus golven en ijs en ja, sneeuw, regen, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de veilige navigatie. We staan nu bij de simulatoren. Hier van leren de OT-studenten om hoe je een survey kan gaan uitvoeren. En hoe ze dus, maar dus ook hoe ze dus moeten gaan kijken. Nou, dit is een voorbeeld van een survey simulator. Hier kan je dus eigenlijk op zien van hoe kan ik de data opnemen en waar moet ik voor de rest eigenlijk allemaal aan denken. Om te kunnen zien hoe mijn data, dat die er dus ook goed uitziet om zo te zeggen. Nou, deze simulatoren, daar zijn we nou op het moment mee bezig. En die gaan we dus dan eigenlijk connecten met dus dan de grote simulator die je net hebt gezien. Zodat we dus dan de data kunnen opnemen die eigenlijk dus dan weer wordt uitgespuugd door dan de grote simulator. Nou, in deze simulator, hier hebben we er 5 van. Je kunt de student ook zelf mee varen. Dus dan kan je dus in groepjes van 2, 1 persoon die kan dus hier dus dan het schip besturen en de andere persoon die kan dus dan hier eigenlijk dus dan de data gaan opnemen. En dat is dus dan real time. We zijn nu op de begane grond van het simulatietrainingcentrum. En Sjoerd Stallinga gaat jullie even meenemen naar de simulatoren die we gebruiken voor de trainingen voor alle 7 scholen van Nederland. Dat zijn de trainingen van het MSTC, Maritieme Simulatie en Trainingcentrum. En hij neemt jullie even mee naar de brugsimulator, de grote brugsimulator en de machinekamersimulator. Sjoerd, hoi. Ja, mijn naam is Sjoerd Stallinga. Ik ben hoofd van het MSTC, Maritieme Simulator Trainingcentrum. Dat is een nationaal centrum waar alle maritieme scholen in Nederland 2 maal een week komen trainen. Hier zijn we in de controlekamer. Dit is een machinekamer van een bestaand schip. We werken hier met een hoofdmotor, de Mach 11. Dat is een 4-slagmotor. En deze machinekamer, die krijg je de eerste week van je training. Onderdeel van de simulator is de virtuele machinekamer. Ja, we lopen nu rond door de machinekamer. Welkom in onze motor sleutelhal, Crystal Palace. We hebben hier allerlei praktijkopstellingen staan. 2 opengesleutelde motoren waar studenten aan kunnen meten en sleutelen. We hebben nog langs alle wanden voorbeelden van werktuigen die aan boord van het schip tegen zullen komen in de machinekamer. Dus hier staan de studenten in overal een werkschoen, echt met hun handen zijn ze bezig in de praktijk. Ik ben Sander Snijder, wijkconsulent op Terschelling voor sociaal verhuurbedrijf Van Friesland. Als het goed is, kom je in augustus studeren aan het MIWB en dat betekent dat je de eerste 2 jaar op de campus komt wonen. De campus bestaat uit 4 woontorens en een voorzieningengebouw en elke woontoren heeft 4 etages. Op deze etage heb je je eigen kamer en de woonkamer en het sanitaire voorzieningen die deel je met de andere studenten. Om in aanmerking te komen voor een kamer moet je je eerst inschrijven bij het MIWB als student. En vervolgens moet je je inschrijven als woningzoekend bij Woon Friesland.
Mocht je nog meer informatie willen, dan verwijs je naar onze flyer. Die staat op de website. Maar je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. We hopen je na de zomervakantie te kunnen verwelkomen op de campus. Hallo, ik ben Gijs, leerling van MUWB hier op de Schelling. En tevens ben ik sportcommissaris van de WBS, onze studentenvereniging. We zijn een vereniging hier op het eiland van onze school. En eigenlijk zit iedereen er altijd wel bij. Als leerling van MUWB zijnde, superleuke verenigingen. We organiseren heel veel leuke feesten en sportactiviteiten en andere activiteiten. En kom gerust naar onze school en word lid van de WBS. Ik ben Herma Gelderblom en ik ben de studentendecaan. Ben jij een topsporter of een student met een functiebeperking zoals dyslexie of ADHD? Of heb je om een andere reden aanpassing nodig in je studieprogramma? Dan kun je bij ons terecht. Wij kunnen voor jou toetsvoorzieningen regelen. Denk daarbij aan extra tijd of aan een prikkelarme ruimte. Maar we kunnen ook extra studentbegeleiding regelen of een studiemaatje of een training. Mocht het zo het geval zijn, vergeet dan niet het vinkje aan te klikken bij de inschrijving in StudieLink. Dan krijg je meer informatie en dan weet je ook hoe je contact met ons moet opnemen. Nou, wie weet, tot ziens. Hoi, ik ben Lisette en ik werk op de administratie van het MUWB. En ik ga jou iets vertellen over het Fonds Studiebelangen. De Stichting Zeevaartschoolbelangen te Schelling heeft een fonds opgezet om zo de studiekosten voor onze studenten te kunnen verdelen. Dankzij dit fonds kan de school voordelig studieboeken, maaltijden, maar bijvoorbeeld ook gecertificeerde trainingen inkopen. Deze trainingen heb je ook nodig na het behalen van je diploma om je vaarbevoegdheid aan te vragen. Alle kosten die de student in de VIA-studie maakt worden gelijkmatig verdeeld. Zo betaal je tijdens je hele studie een vast maandbedrag. In principe ben je dan ook na VIA-studie klaar met het betalen aan het Fonds Studiebelangen. We hopen je snel op de Schelling te mogen zien. Doeg! Zo, dit was het einde van de rondleiding. Ik hoop dat we jullie op deze manier een beetje een goede indruk hebben kunnen geven van hoe de school eruit ziet. Het is natuurlijk jammer dat je er zelf niet bij hebt kunnen zijn. Maar we hopen gauw weer de deuren te kunnen openen voor jullie, zodat je ook zelf hier een kijkje kunt nemen. Nou, hartstikke bedankt en tot ziens. Hoi!